Greetings guys, this is Stokecraft, and I'd like to say that yesterday I had my EWS presentation on my school. Basically, for the new people that don't even know what my EWS project means, during the summer I made a lot of videos on a lot of different genres, also for me to experiment with them, and also for you to have a very good time and hopefully enjoy the videos. Are you interested in seeing those EWS videos? I'll put a playlist right up in the top of the corner right there, and you can go check the videos out that I made. What it all came down to, I investigated how to get the highest possible video quality possible. I tried to, let's say, put that into practice when I made the videos during my EWS project. And yesterday, I had to present my whole EWS project to my school, because the project has finally come to an end. And I also brought the camera with me. So that's why I just quickly wanted to announce that this video shows the presentation that I did yesterday. But for all my English viewers out there, I have to point out that this presentation is in Dutch. You're going to see some funny highlights as well I'm doing the presentation. But if you don't speak Dutch and you don't want to bother watching this video, then you have at least heard that this video is in Dutch. So, I hope you guys enjoy this presentation a lot, and I will see you in the next video. Bye guys. Okay, mensen. Ik wil even oproep doen alsjeblieft. Pak even alle telefoons erbij. Dan gaan we naar het internet of naar de YouTube-app en dan open je YouTube. En dan in de zoekbalk Stokecraft 10 aan elkaar, T-H-O-C-R-A-F-T, 10 aan elkaar. Allemaal abonneren. We proberen die 400 vandaag nog te halen. Oké? Dat is ons doel. Hier vind je dus op dit kanaal vind je perfect geëdite video's, hoge kwaliteit. En als u wil weten hoe hij dat doet, dan moet u nu goed opletten, want hier is hij. Thomas Keeson, ook wel Tokraft, ja, ik maak de fout bijna, met zijn presentatie over videokwaliteit. Goedenavond, dames en heren. Hey, wacht eens even, ik zou de intro doen. Nee joh, ben jij mal? Ik zou de intro doen, dat heb je vanmiddag nog gezegd, jij bent gek. Ja. Ik had het niet meegekregen. Stop, komt het hier. Zou je gewoon afspreken dat jij het gaat doen? Ja, dat was wel het kan, ja. Oké. Goed, opnieuw te beginnen. Welkom dames en heren bij mijn eindwerkstuk presentatie. Mijn naam is Thomas Keeson. Ik ben 18 jaar. Sorry dat ik je ook opreken, maar ik denk dat ik echt een kop koffie ga. Oh, hij blijft toch op mijn bezig. Jezus Christus. Ga nou eens weg, man. Goed zo, eindelijk. Nou, nogmaals dames en heren, om hopelijk voor de derde en laatste keer te beginnen. Mijn naam is Thomas Keeson en ik ga jullie wat vertellen over mijn eindwerkstuk. Vooral gefocust op videokwaliteit binnen video's op YouTube. Dus, waarom besloot ik voor dit onderwerp te kiezen? Ik heb de afgelopen 3,5 jaar, toen ik YouTube ontdekte, me altijd afgevraagd, toen ik naar andere mensen aan het kijken was, hoe zou ik nou een YouTube video vormgeven en wat zou ik laten zien? En zo is eigenlijk mijn carrière wat betreft videoproductie begonnen. Ik begon mijn video's te uploaden op een soort van profiel op YouTube, wat een kanaal genoemd wordt. En ik vernoemde mijn kanaal naar mijn gamekarakter in die tijd. En dat was Stokecraft 10. Ja, een beetje een aparte naam, maar ja, op die leeftijd doe je dat soort gekke dingen. En ik weet eigenlijk niet of ik er spijt van heb vanavond, maar dat maakt me eigenlijk geen moer uit. Dus toe komt van het stukje van mijn eigen naam, Thomas. En kracht komt van de game die ik op dat moment het leukste vond, Minecraft. Nou, de 10 is een beetje een apart verhaal. Dat vond ik ook een mooi nummer, dus ik dacht, die pak ik erachteraan. Want de naam Tolkraft was zoals gewoonlijk, oh weet je, ja, dus ik dacht, ik pak gewoon Tolkraft 10. Zo is het dus begonnen. In mijn 3,5 jaar ervaring heb ik eigenlijk nooit 100% zeker geweten hoe je nou moet zorgen dat je video de hoogst mogelijke kwaliteit krijgt. En dat wilde ik dus in dit eindwerkstuk eigenlijk strak voor mezelf uit gaan zoeken. Nou, tijdens mijn persoonlijk onderzoek heb ik gebruik gemaakt van mijn YouTube kanaal Tolkraft 10. En daar kom ik dadelijk nog eventjes op terug.
Als eerst eventjes ga ik wat vertellen wat ik in mijn literatuuronderzoek heb onderzocht. Ik heb de volgende hoofdvraag proberen te beantwoorden. Hoe maak je een YouTube-video met de hoogste video, audio en inhoudskwaliteit mogelijk waarbij de kijker goed vermaakt wordt? Nou, even om dit iets te verduidelijken. Ik zocht dus naar een manier waarop de kwaliteit van mijn video hoogst mogelijk werd op de drie volgende gebieden. Video, dus duidelijk helder, goed te zien enzovoorts. Goed te horen audio en een goede inhoudskwaliteit. Daarmee bedoel ik de structuur van de video. Goed. En de vermakelijke factor, ja, je moet natuurlijk zorgen dat je video leuk is om te kijken voor de kijkers. En daar speelt die vermakelijke factor een behoorlijk grote rol. Dus, in mijn eindwerkstuk ging ik dus onderzoeken. En ik vond vier stappen om een video te maken, die eigenlijk gewoon standaard is en die ik eigenlijk altijd al gehanteerd heb. Dus ik heb deze voor mezelf in mijn eindwerkstuk opgeschreven. En dit stappenplan bestond uit de vier volgende stappen. Voorbereiding, opname, bewerking en uiteraard het uploaden naar YouTube. Want ja, dat is wel het doel uiteindelijk. Dus, ik ga eventjes heel kort... Ja, heel kort, je kent me. Ik ga eventjes in op iedere stap wat betreft videoproductie. En als allereerste de voorbereiding. Dus je hebt een idee in je hoofd en je wilt een video maken voor YouTube. Dus het ten eerste belangrijk dat je gaat bedenken en een beeld gaat vormen in je hoofd. Hoe denk ik en hoe wil ik dat deze video eruit te komen gaat zien? Dus dat is het eerste wat je bedenkt. Je bedenkt je welke opnames heb ik nodig om dat te doen. Ja, wat voor dingen moet ik allemaal laten zien enzovoorts. Moet ik andere bepaalde dingen regelen? Moet ik bijvoorbeeld tekst opnemen voor in mijn video en daardoor dus misschien een script schrijven? Dat moet je dus allemaal in deze voorbereidende stap aan bod laten komen. Verder moet je de vermakelijke factor uiteraard meenemen. Want je video is uiteraard om de kijker te vermaken. Dus je gaat meteen nadenken, wat ga ik doen om ervoor te zorgen dat de kijker goed vermaakt wordt. Nou, met je voorbereidingsstap afgerond, ga je bedenken, goed, alles is rond, ik ga nu een video opnemen. Goed, je kunt tegenwoordig op veel verschillende manieren opnemen. Iedereen doet het natuurlijk met een camera. Een van mijn camera's die ik gebruik heb tijdens mijn persoonlijk onderzoek, waar ik daar zo meer over vertel, die staat hier. Die is mij ook aan het opnemen. Dag YouTube, hi. Goed, dat is ook weg, dat is ook klaar nu. Goed, dus... Je kunt met een camera jezelf opnemen, of je kunt als je bijvoorbeeld op je computer een game wil spelen en die wil laten zien aan je kijkers, moet je dus computerschermopname software hebben. En dat is tegenwoordig ook heel veel mogelijk, er zijn heel veel keuzes in, ga ik jullie niet mee lastigvallen. Dus, bij de opname wil ik dus zorgen dat mijn kwaliteit van mijn video optimaal wordt. Hoe doe ik dat? Ik ga een aantal dingen wat betreft kwaliteit meenemen in de opnames. Als eerste videokwaliteit. Nou, hier heb ik eventjes kort gezegd hoe je ervoor zorgt dat je video de hoogst mogelijke videokwaliteit heeft. Mocht je dit uitgebreider willen lezen of mijn redenering willen horen waarom ik voor deze instellingen heb gekozen, ga dan vooral beneden dadelijk in de pauze naar mijn eindwerkstuk verslag en daar vind je meer informatie. Dus een resolutie van 1080 pixel, een frame rate van 60 beelden per seconde en een bitrate van 20 megabits per seconde. Goed. Nu je dat klaar hebt, ga je naar de volgende stap kijken. En dat is je beeldkwaliteit. Je zou zeggen, videokwaliteit, beeldkwaliteit, wat is in godsnaam nou het verschil? Beeldkwaliteit is eigenlijk je eerste indruk van het beeld waar je naar kijkt, zeg maar. Dus, ben ik goed te zien op de camera? Dat is dus wat ik hier voorheen ook even heb moeten testen. Ben ik goed te zien in deze belichting? Dat moet je allemaal meenemen. En als laatste moet je ervoor zorgen dat je microfoon goed werkt en dat er geen rare geluiden op de achtergrond te horen zijn. Bijvoorbeeld een lachend publiek. Maar, dat ga ik zeggen, hallo, laat mij dit doen graag. Dankjewel. Goed. Audio-kwaliteit moet je dus ook meenemen in deze opnamestap. Dan zijn al je opnames klaar en je bent eigenlijk klaar om alle stukjes die je hebt gemaakt aan elkaar te plakken en gewoon één videobestand te maken. Nou, dat doe je met bewerkingsprogramma's op een computer. Ik heb in mijn afgelopen 3,5 jaar eigenlijk vooral gebruik gemaakt van een ingewikkeld programma waar je hier een screenshot van ziet. En dat programma heet Sony Vegas. Nou,
voor beginners niet echt een helder programma, want het is een behoorlijk uitgebreid programma. En ik weet dat een heel groot gedeelte van jullie ook zal denken, waar de fuck ben ik naar aan het kijken? Ja, naar het scherm dus, maar goed. Verder, Windows Movie Maker is een heel ander, handig bewerkingsprogramma voor beginnende mensen. Dit is namelijk een programma dat standaard op iedere Windows computer al geïnstalleerd staat en wat niet zo uitgebreid is en heel makkelijk is te gebruiken voor die mensen. Dus binnen dit bewerkingsprogramma kan je al je stukjes opname kan je aan elkaar plakken. Hoe doe je dit? Je kijkt meteen ook of je natuurlijk de structuur van je video op de goede manier vormgeeft. Want bij een goede videokwaliteit hoort een duidelijke, goede structuur. Dus alle stukjes die je erin wilt hebben, zet je in de goede volgorde achter elkaar. Alle stukjes die je er niet in wilt hebben, knip je eruit. Enzovoorts. Nou, wanneer het bewerken eigenlijk klaar is, is het zaak om je hele video te renderen. En wat het renderen eigenlijk inhoudt, is dat je gewoon alle stukjes die je dus hebt geknipt aan elkaar geplakt op één videobestand. En dan is je video dus eigenlijk klaar. Dan de laatste stap, ja, die spreekt heel erg voor zich natuurlijk. Als je video bestemd is om op YouTube terecht te komen, dan upload je hem dus naar YouTube. Je gaat naar YouTube, je logt in met je account en dan staat er een dikke vette uploadknop bovenaan je scherm. Dat druk je op en dan krijg je dit scherm te zien nadat je een bestand hebt geselecteerd van je schijf wat dan de video is. Je kunt de titel toevoegen enzovoorts, maar daar ga ik dus nu verder niet op in. Goed. Dit is eigenlijk wat betreft mijn literatuuronderzoek heel erg beknopt wat de theorie allemaal inhoudt. Nu mijn persoonlijk onderzoek, en dat is echt het gedeelte waar ik met heel veel plezier aan gewerkt heb. Dus ik wilde een aantal doelen bereiken binnen mijn persoonlijk onderzoek. En de eerste was, ik wilde de theorie van mijn literatuuronderzoek toepassen in de praktijk. Nou, ik heb dus net even kort samengevat wat het allemaal inhield. Verder wilde ik het leven als YouTuber simuleren. Nou, wat houdt dat nou in? Er is gisteren ook een hele leuke presentatie geweest over YouTube. En nou, voel ik me meteen aangesproken, want ja, ik ben natuurlijk heel populair op YouTube. Ja, dat is nog iets om aan te werken, maar goed. Een YouTuber, wat houdt het eigenlijk in? Een YouTuber is, zoals ik het definieer, gewoon iemand die video's op YouTube plaatst en daarmee dus genoeg geld kan verdienen om rond te komen. Nou. Deze mensen die dat doen, dus dagelijks moeten heel veel video's uploaden, want met advertenties en met sponsorschappen kan je niet heel veel geld verdienen. Dus het is zaak om gewoon heel veel video's te maken. Dit wilde ik dus ook simuleren. Hoe heb ik dit gedaan? Ik heb 2 weken in mijn zomervakantie tijd gepakt om iedere dag 2 video's te maken. 1 video ging over een game, een willekeurige game kon dat zijn. Ik had heel veel ervaring wat betreft het maken van gamevideo's, want in mijn afgelopen 3,5 jaar heb ik eigenlijk alleen maar gamevideo's gemaakt. Maar ik wilde ook mijn eigen videoproductie verbreden. Dus ik heb de 2e video per dag Ik heb gewoon ervoor gekozen om de 2e video die ik iedere dag wilde uploaden te wijden aan een genre waar ik nog nooit meer geëxperimenteerd had. Dat kon een vlog zijn, dat kon een visvideo zijn, zoals je hier het thumbnail ziet. Of het kon een andere game zijn. Minecraft teruggebracht, wat ik al jaren niet meer gespeeld had. Ik heb ook vlogs gemaakt die tegenwoordig heel erg populair zijn. Een voorbeeld daarvan is met mijn vriend Tim in Frankrijk. Daar zie je dadelijk nog wat leuke highlights van. Maar goed, nog in deze 2 weken viel een hele leuke datum. En dat was de datum van mijn 18e verjaardag. En dan kan je vertellen, deze heb ik met mijn kijkers uitgebreid gevierd. Nou, ik hoop dat ik je allemaal een beetje enthousiast heb gemaakt voor mijn persoonlijk onderzoek. Want in 2 weken heb ik dus behoorlijk wat video's gemaakt. Dus ik ga jullie even wat highlights laten zien wat betreft video's die ik heb gemaakt. En daarvoor moet ik eventjes onze koffieslurper, die dus net een kop koffie is gaan halen, even terugroepen. Zeg hallo, komt er nog wat van? Jezus, dat is ja, die keer ja, zo. Ja. Je leert je koek een beetje. Zeg het eens. Nou, duurde wel lang zeg, maar goed. Maakt niet uit, zou je de highlights van persoonlijk onderzoek kunnen opzetten alsjeblieft? Oh, de highlights, ja hoor, dat kan ik zo voor je regelen. Hier, kom zo. Dankjewel.
Nou, dames en heren, bij deze dus een paar enkele highlights van mijn persoonlijke onderzoek. Maar goed, nu verder. De twee weken zijn voorbij. Ik heb het heel erg leuk gehad, veel video's gemaakt. En ik concludeer daar uiteraard een paar dingen uit. Ten eerste wil ik zeggen dat dit totaal niet verliep zoals ik verwacht had. Want ik zei, ik wilde twee video's per dag maken. Nou, dat is dus niet iedere dag gelukt. Nou, waar is dat door gekomen? Je moet je namelijk voorstellen, het maken van video's is een enorm creatief proces en een proces dat toch best wel lang duurt. U zag bijvoorbeeld stukjes highlights van video's waarin ik ben gaan vissen. En u moet je voorstellen, voor de opnames van die video ben ik dus eerst een hele dag gaan vissen. En tegelijkertijd heb ik die opnames moeten maken, wat dus behoorlijk moeilijk was. Je zag op de camera, is een paar keer bijna in het water gekomen. Maar goed, hij staat er nog. Dus, het kost heel erg veel tijd. Die opnames alleen al. Dus ik kwam die avond thuis na het opnemen van de video. Toen moest ik die video nog gaan bewerken op de computer. En toen heb ik hem vast op YouTube kunnen plaatsen. Nou, je kunt je voorstellen, het was onderhand al 10 uur 's avonds. En ik had niet echt meer de energie en de puff om nog een video te maken op dezelfde dag. Nou, het is dus totaal niet gemakkelijk. Maar wat ik wel wil zeggen is dat ik het gewoon echt super leuk heb gehad. Ondanks dat ik natuurlijk niet heel veel views kreeg, maar dat terzijde. Als laatste nog een hele kleine toevoeging / advies voor mensen die eventueel in het publiek zelf zouden willen, video's zouden willen maken. Het is een heel erg creatief en leuk proces, want je kan je video vormgeven zoals je zelf wil. Je kan erin laten zien wat je zelf wil. Het is eigenlijk gewoon iets van jezelf en je eigen stijl komt ook terug in zo'n video. Maar het allerbelangrijkste, wat je ook doet met je video's, heb er gewoon heel erg veel plezier. Dat waren mijn laatste woorden voor betreft deze presentatie, maar ik sluit deze presentatie niet voor u af vanavond. Dat doet mijn vriend die ook de highlights van u heeft opgezet, dus bij deze. Wel dames en heren, ik heb de eer om deze presentatie voor u af te sluiten vanavond. Bent u geïnteresseerd in mijn eindwerkstuk? Twijfel er vooral niet en lees mijn eindwerkstukverslag. Bent u geïnteresseerd in het terugzien van de video's die ik tijdens mijn persoonlijk onderzoek heb gedaan? Ga dan op YouTube naar mijn YouTube kanaal genaamd Tokraft10. Scroll daar beneden en daar vindt u een afspeellijst met alle video's die ik tijdens mijn persoonlijk onderzoek gedaan heb. Dames en heren, dan als laatste wil ik u hartelijk danken voor het luisteren. Ik wens u een super fijne avond en geniet van het luisteren naar de andere eindwerkstukpresentaties. Tot ziens.